Vlog, 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 vlog! Nou, we hebben er al bijna een hele dag op zitten. Goedemorgen. Nou, hele dag. Maar we zijn in Oslo. En we moesten de dames afzetten in de buurt van een kledingwinkel waar ze al maanden op aan het verheugen zijn. En toen moesten we een parkeerplek zoeken. Dat was een bijzondere uitdaging hier. Wat een zootje. Alles is hier enigszins verkeer, maar niet op elkaar afgestemd. Heel veel bouwplekken. We moesten een paar keer wachten op bouwen. Verkeer. Maar we hebben iets gevonden. Goed. We hebben vandaag vrij spelen. Dat betekent dames gaan shoppen en weg gaan shoppen. Alleen alle platenwinkels die gaan pas om 1 uur open, of zelfs om 4 uur open. Dus wij moeten als een paar zwervers door de stad heen gaan dolen, denk ik. Want de eentje die was, had al open moeten zijn, maar de ene langs die is dicht. Ja. De winkel die Plata heette, dat klinkt natuurlijk heel veelbelovend, die was er niet meer. Dus nu gaan we naar de volgende. Kijken of die er wel is. Het is nu inmiddels al 12 uur. Ik heb al twee winkels gehad. Eentje klein nieuw. De andere had alleen maar... levert iets spons. Dus ik ben op zoek naar de Pussycats. Dat is een Noorse 60s band. Geweldig. Hij heeft er helaas ook van onze Pussycat gehoord. Nu zijn we hier. In deze enorme kelder met... allemaal tweedehands. Dus ik geloof dat we eigenlijk een beetje op zoek waren naar de meisjes. Maar toen kwamen we deze kelder tegen. Ja, daar konden we niet voorbij lopen. Dat is te mooi markt. Gevonden. Het is een verzamelaar. Maar waarschijnlijk kan ik de originele opeens niet vinden. En deze is ook wel vrij duur. Dus ik ben een beetje in twijfel of ik ga nemen of niet. Maar ja, met verzendkosten en zo'n bestel ben ik niet zo wel kwijt. En dan weet ik dat hij echt keurig eruit ziet. Gekocht. Ik heb ook nog een cd gekocht van de eerste LP van de Pussycats. Ik wil natuurlijk liever vinyl hebben, maar die kunnen we in de auto draaien. En we gaan nu richting de haven. Daar zijn de dames als het goed is ook ongeveer. En dan gaan we daar ergens lunchen. Ik zie al boten, dus het is duidelijk hier tegenkomen. Heb je het gedaan of niet? Ja. Goed zo. Nee, niks. Oh. Nee, ik vond het geinig. We hebben nog een toetje genomen. Het loopt tegen tweeën. We zijn op weg naar de auto aan het lopen. We kwamen nog even een kerk tegen. Dan moest hier ergens een kerk zijn. Jeetje Pietje. Nou, daar is de winterschil wel lekker tekeer gegaan. Het is wel een mooie kerk. Dit is een van oorsprong sowieso katholieke kerk. Dat kan niet anders. Zoveel pracht en praal. Daar doen de protestanten niet aan. Koninklijke loge, denk ik. Orgel. Kijk eens naar rijkdom. Is dat een koninklijke loge, dat? Is er nog een orgel? Dit is hem van buiten. Waar moeten we heen? Het is de oude domkerk daar. Nou, we hebben hem gevonden hoor. Ja, ik ben bang dat het een hele korte vlog is geworden eigenlijk. Nou ja. Morgen wordt een hele lange reisdag. Het is 7,5-8 uur rijden. Naar Kopenhagen gaan we. Dus morgen heb ik ook denk ik niet heel veel kans om te filmen. Het wordt ook een korte vlogdag. Dan hebben we nog 2 dagen in Kopenhagen. Dus er komen nog een paar leuke vlogs aan, hoop ik. Like, subscribe. Druk op het belletje. Zie maar. Dag hoor.